Welkom bij deze video over elektriciteit. Deze video maakt onderdeel uit van een serie van 7 die te vinden is als afspeellijst op YouTube en op de site Natuurkunde.nu onder het kopje examen. Als we het hebben over elektriciteit, dan gaat het om elektronen die zich aan het verplaatsen zijn. Elektronen hebben een bepaalde lading, namelijk 1,6 × 10⁻¹⁹ coulomb. Dus dat is een heel klein beetje. En een coulomb is in feite een grote bak elektronen bij elkaar. Als die elektronen zich aan het verplaatsen zijn, wat zal het tegen de stroomrichting in doen? Dus elektronen zijn negatief geladen en stroom is van plus naar min. Dan hebben die elektronen energie bij zich. De hoeveelheid energie die de elektronen bij zich hebben per coulomb, per hoeveelheid lading, Q, noemen we de spanning. De spanning is hoeveel energie ze bij zich hebben. Stroom geeft aan hoeveel elektronen er aan het verplaatsen zijn. Dat is dus hoeveel coulomb er in een seconde langskomt, in een tijdseenheid. Stroom is hoeveel er aan het verplaatsen zijn, spanning is hoeveel energie ze bij zich hebben. Nou, als we dat vertalen naar de wetten van Kirchhoff, dan weten we dat in elk ringetje dat de elektronen maken, er geen elektronen verloren mogen gaan. Dus de elektronen beginnen bij de plus en die gaan de elektronen beginnen bij de min en gaan dan richting de plus. En elk elektron op elke kruising moet de ene kant op gaan of de andere kant. Dus alles wat er weggaat bij een bepaald punt moet totaal gelijk zijn aan wat er aankomt. De energie die ze bij zich hebben, de spanning, die moeten ze onderweg afgeven. Dus welke route ze ook nemen, welk rondje ze ook nemen, in dat rondje moet alle energie die ze op hebben gepakt, hier 20 volt, moeten ze ook weer afgegeven hebben. Dus moeten ze hier 6 volt afgeven, dan moeten ze daar 14 volt afgeven. Nou, de wetten van Kirchhoff is eigenlijk een vervanging voor alle formules die gaan over serie en parallel. De serieschakeling achter elkaar, parallelschakeling naast elkaar, bij parallel verschillende routes en bij serie komen de elektronen door alles heen. Je kunt ook nog gewoon de normale formules gebruiken die je in de BINAS vindt voor serie en parallel. Als we het hebben over serie en parallel, begint ook weerstand een belangrijke rol te spelen. Bij weerstand hebben we het erover hoe moeilijk is het om van de ene plek naar de andere plek te gaan. En dat zegt dus ook iets over hoeveel energie ik af moet geven, hoeveel spanning ik nodig heb en voor hoeveel elektronen er gaan lopen. Hoe hoger de weerstand is, hoe minder elektronen zullen gaan bewegen. Die regels die ik net aangaf, heten de wet van Ohm. Dus de weerstand heeft invloed op hoeveel stroom er gaat lopen en hoeveel energie er nodig is. Meer weerstand, meer energie nodig en tegelijkertijd minder stroom die gaat lopen. Dat is de wet van Ohm en die kan ik toepassen op ieder onderdeel in een schakeling. Als we het hebben over die weerstand, dan wordt die vaak bepaald door het materiaal en hetgene waar de elektriciteit doorheen moet gaan. De soortelijke weerstand, niet te verwarren met dichtheid. De lengte van degene waar ik doorheen moet, dus langere route is moeilijker. En de oppervlakte. Meer routes betekent juist weer makkelijker. Allemaal samengevat in één formule. Nou, de weerstand die kunnen we berekenen voor een bepaalde situatie. Maar we hebben een aantal speciale onderdelen die we in de schakeling kunnen gebruiken. De zogenaamde componenten, waarbij de weerstand wat varieert. De eerste is de LED. Die heeft de ene kant op een extreme weerstand en laat dus niks door. En de andere kant heeft hij een veel kleinere weerstand en laat hij het zonder al te veel moeite door. Dus een soort eenrichtingspoort. Je hebt er wel een bepaalde spanning voor nodig voordat dit goed werkt. Om dat doorlaten. En sommige diodes laten ook, zenden ook licht uit en dan is het een licht uitzendende light emitting diode. De NTC en de PTC, dat zijn weerstanden die afhankelijk zijn van de temperatuur, waarbij de NTC een negatieve coëfficiënt heeft, dus hogere temperatuur. Lagere weerstand en de PTC neemt de weerstand juist toe bij een hogere temperatuur. De laatste in het rijtje is de LDR, de lichtafhankelijke weerstand, die bij meer licht minder weerstand heeft. Nou, dan sluiten we deze slide af met het onderwerp veiligheid. In huis proberen we veiligheidsmaatregelen te nemen om ellende te voorkomen. De groepen en de C-kringen met 16 ampère schakelen de boel uit op het moment dat er te veel stroom door een draad heen gaat en misschien de draden zouden gaan smelten en brand veroorzaken. Betekent wel vervolgens dat als je in een groep 230 volt hebt, dat je met maximaal 16 ampère ook maar apparaten kunt aansluiten ter grootte van 3680 watt. Nou, de laatste veiligheidsmaatregel in dit rijtje is de aardlekschakelaar die, die alles uitschakelt op het moment dat de stroom verloren gaat. De wet van Kirchhoff zei, alle stroom die vertrekt bij de bron moet er ook weer terugkomen. Nou, de aardlekschakelaar meet of dat in huis ook het geval is en als er meer dan 30 mA verloren gaat, dan schakelt hij de hele boel uit. De randaarde in stopcontacten verbindt de buitenkant van apparaten met een pin in je meterkast. En daardoor kan stroom dus weglekken richting de aarde. Dat is een handige veiligheidsmaatregel als die in werking gaat. Dus als er stroom via de buitenkant van een apparaat weglekt, dan is het apparaat kapot. Dan merkt de aardlekschakelaar dat niet alles terugkomt en schakelt de boel uit. Dit was de slide over elektriciteit. Dan gaan we verder naar golven in de volgende video.